Als ik aan mijn jeugd terugdenk, dan zie ik fietstochtjes en de zon scheen altijd. Dat kan voor u misschien goed zijn, omdat jij niks mis kon doen. In mijn herinneringen, hè, regent het altijd stond. Ze kocht dat in de Sarma. Hè. En als ze dan op zaterdagavond vooroverboog om ons goeie nacht te wensen, dan rook ze naar alcohol, sigaretten, poeder en die parfum. Zwaar de Paris. Ik denk dat ik zwanger ben. Wat blief? Je hebt me wel gehoord. Dat kan niet. Nee, luisterde jij eens naar mij. Als het niet aan mij lag, dan gebeurde hier niks. Zij zou zo stoned als een naap op de vloer liggen en jij zou liggen vrij in bed van ons pas gestorven moeder. Maar oké, ik ben ermee begonnen. Ik heb u 30 leren spreken. En ik heb u behoed voor uw eigen stommiteiten. Wat al waren geen stommiteiten? Als dat is wat je niet. Katrien, zou jij niet beter het tijdje van dat drugs afblijven? Heeft er iemand iets gevraagd? Attente, sexy, vegetarische vrouw van tegen de 30. Zoekt. Geestige, charmante man tussen de 30 en de 45. Jij waart niet tegen de 30. Jij waart niet geestig en amusant. Oké. Cheese. Oh, ik weet niet.